De gemeente Heumen wil in 2050 klimaatneutraal zijn en de eerste stap hiervoor heeft de gemeente woensdag gezet. Ze hebben het contract met aanbieder Volta Limburg ondertekend. En daarmee is het zonnepanelenproject van start gegaan. André Langmeijer van Volta Limburg legt uit wat het project inhoudt. Het betekent eigenlijk dat burgers uit deze gemeente bij de gemeente zonnepanelen kunnen kopen, al dan niet tegen aantrekkelijke financiering. Met dit project hoopt de gemeente Heumen zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Dit doen ze door een goedkopere lening aan te bieden en door de burgers zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Wethouder Duurzaamheid Leo Bosland vertelt hierover. Wij ontzorgen mensen waardoor ze pakweg 4 weken na een aanmelding een zonnepaneel op het dak kunnen hebben. Uiteindelijk hoopt de gemeente zo'n 1000 woningen met zonnepanelen te kunnen voorzien. Om de gemeente in 2050 klimaatneutraal te krijgen is er nog wel wat meer nodig. We gaan als gemeente ook vele andere mogelijkheden in onze gemeente benutten voor nieuwe duurzame energieopwekking. Dus naast de zonnecellen komen er ook windmolens en gaan we ook gebruik maken van de waterkrachtcentrale bij de sluis bij Grave Neder-Asselt. Maar eerst zal de gemeente zich gaan richten op dit zonnepanelenproject.